Nou, dit is weer een nieuwe video. Zeker. Zeker weten, dit is een nieuwe video natuurlijk. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ja, daar ben ik weer jongens. Superleuk. We gaan vandaag een best wel speciale video maken trouwens. Dat is superleuk natuurlijk, want ik had dus een leuk idee jongens. Ik hoop dat het leuk is. Het is net vakantie geweest. Mensen zijn allemaal op vakantie geweest. En ik dacht dus een video te gaan maken over de gevaarlijkste plekken voor toeristen. Nou, dat is toch geweldig. Jezus man, wat leuk. Jezus Arthur, wat leuk. Er wordt gewoon opeens allemaal dingen uit de koelkast gehaald. Hij wilde chili saus. Wat wilt u nog meer? Mosterd. De mosterd heeft hij nodig, jongens. Hi. It takes 1 to about 10 hours to get to the top. In addition to that, there are no rails around the stone to protect observers from the top vantage point. Even één vraag. Als ik daar zou staan, zou ik gewoon totaal helemaal gek worden. Ik word al gek als ik zeg maar op zo'n glazen ding sta en ik zie allemaal mensen daaronder, word ik al gek. En hier word ik al helemaal gek van. Serieus, jezus man, wat de echt. Nummertje 4. What the fuck, allemaal stieren. In this event, six bulls are released onto the streets. Ik zou dat nooit doen, mensen. Ik zou nooit op een straat en dat allemaal stieren achter je aanrennen. What the fuck is dat nou allemaal? Dus moet je zien. About 100 people get injured on annual basis. Die stier maakt hem dood. Nou, dit is echt gevaarlijke sport. While they're at it, people might either be considered to be brave or just. Hij zit gewoon vast aan zijn hoorn. What the fuck is dit? Nummertje 3. Oké, één ding. Nummertje 3 zou ik ook niet doen. Want moet je kijken. Als je valt, dan ben je echt te lul. Dat is echt niet normaal. Dit wil je toch niet? Dit zou ik echt niet willen, man. Dit zou ik echt heel eng vinden. Nummertje 2. Ja, nog zo'n ding, man. Maar die is ook gevaarlijk. Maar je zit wel aan een ketting, gelukkig zie ik. Maar nog steeds, best wel gevaarlijk, jongens. Dus niet zomaar doen alleen bij beveiliging. Nou ja, gaan ze daar zitten? Met z'n drieën. Tante Beb en tante Oom. Weet ik veel wie. Wat? Ik zou dat echt niet durven, jongens. Ik zou echt een scheiterd zijn. Ik zou echt bang worden. Nou ja, kijk al die krokodillen, what the fuck? Nummertje 1, de dode weg. Ja. Is dat een weg? Dat is echt wel heel heftig. Als ik daar zou rijden, zou ik gelijk dood zijn. Heel heftig, man. Ze staan er ook. Nou ja, ik vind het maar een beetje raar allemaal, hoor. Moet je kijken hoe die mensen daar allemaal staan. Dat is niet normaal, man. Helemaal raar. Al die dingen zou ik sowieso nooit doen. Echt niet, mensen. Wat de fuck? Krokodillen die je kunnen opeten. Weet ik veel wat. Allemaal dingen. En je kan gewoon naar beneden vallen. Want eentje, dat zat zonder touw, geloof ik. Dus dat was ook wel een beetje spannend. En ja, fietsen op zo'n weg. Die weg. Moet je kijken hoe die eruit zag. Het was zeg maar zo'n kronkelweggetje. Ik vind het eng, man. Ik vind het eng. Ik zou dat nooit doen. Ik heb ook geen rijbewijs, jongens. Even voor de duidelijkheid. Maar ik zou dat nooit, nooit, nooit doen. Trouwens, ik heb dus zeg maar de reactie van de week. Want ik maak zeg maar, ik doe dat voor de mensen die dus wel, dat mensen een beetje gaan reageren. Het gaat supergoed met de reacties trouwens. Dankjewel daarvoor. De reactie van de week ga ik zeg maar uitkiezen als ik edit. Dus dan zien jullie nu de reactie. En ik ga mooi uitzoeken. Ik ga voor jullie ga ik gewoon een mooie reactie zoeken. En dat is deze mensen. Als jij nou wil winnen zeg maar en op mijn kanaal wil komen. Superleuk, plaats een reactie. En ik kan wel een shout-outje geven. Dus jongens, schrijf even wat op. En dan zeg ik je kanaal wel. En ik ga weer. Doei mensen. Ik zie je bij de volgende video. Yo, box. Yeah. Oké, later.